President Chandrika Prasad Santokhi heeft aangegeven dat de regering in 1 jaar 2 keer heeft weten terug te geven aan de samenleving. Het staatshoofd ging vanmorgen tijdens een regeringsperconferentie waar de voltallige regering aan zat in op onder andere de maatregelen. Volgens Santokhi zijn er maatregelen getroffen voor een goede toekomst. Niet voor die volgende verkiezing. Maatregelen treft voor die volgende generatie, deze generatie en die volgende generatie. Door prudent beleid, door maatregelen te treffen dat de economie weer herstelt, door maatregelen te treffen dat die koopkracht weer komt, door maatregelen te treffen dat die koers weer stabiliseert, door maatregelen te treffen dat je je schuld, die zware schuldpositie, gaat herschikken op nationaal en internationaal niveau. Door maatregelen te treffen dat we ja, met die maatregelen even pijn gaan krijgen, maar daarna bouwen we op. Daarna werken we aan stabilisatie en groei. En we hebben hiervoor gekozen, ja. We hebben hiervoor gekozen, voor die laatste. Door een serieus herstelplan te ontwikkelen. Met nationale deskundigen, internationale betrokkenheid. Door dat goed te keuren het parlement en zegen te krijgen van het IMF. Volgens het staatshoofd kunnen verdere plannen en stappen worden uitgevoerd met financiële injecties van het IMF, de IDB en de Wereldbank. Santokhi benadrukt echter dat er ook hard gewerkt moet worden om zelf te sparen als land en regering. Dat is het traject wat we ingezet hebben. En waar staan we nu van het traject? Dat we het plan uitvoeren, maar met 1 inspanning, je eigen besparing. De rest is nog niet gekomen. De rest is nog in een finale fase van onderhandeling. Dat is de stand van zaken. Dat door de weinige middelen die we hebben toch in staat zijn geweest hele strakke maatregelen te treffen. Toch nog te kunnen sparen. Terug te in 1 jaar tijd 2 keer terug te geven aan de samenleving. Om die koopkracht te versterken. Om die senioren burgers te beschermen. Om die gepensioneerden te beschermen. Dat hebben we gedaan. Omdat wij ook meeleven met de samenleving, ook meevoelen met de samenleving en ook aanvoelen bij het druk aan een mamoren. Dan moeten we inkomen. En dat hebben we gedaan en dat gaan we blijven doen. Maar op het moment dat de financiële injecties er zijn, dan hebben we een duurzaam sociaal vangnetprogramma. Er komt dan een duurzaam subsidieproject voor iedereen die het nodig heeft als de financiële injecties komen, meent het staatshoofd.